De BVCM topscorer de Jong van Steenbok Running Team. Dank je. Hallo. Het Steenbok Running Team, waar staat dat voor? Het Steenbok Running Team, dat is eigenlijk, de naam zegt het al, Steenbok. Dat is een adviesgroep van onze trainer. Die was daar mede-eigenaar van. En eigenlijk via hem, hij had ambities om een runninggroep op te richten. En zo is het gekomen eigenlijk. Okay. Dat doet hij samen met zijn zoon. Ze zijn alle twee heel fanatiek. En ze hebben heel veel sponsors bij elkaar gezocht. En dat is ze gelukt. En nu worden wij gesponsord en getraind door Bert en zijn zoon Remy. Steenbok. Steenbok, ja. Ja. En waar is de club gevestigd? In Uithoren. Uithoren. Ja. En jullie trainen ook in Uithoren? Ja, bij AQ trainen we op de baan 2 keer in de week. En we hebben de gelegenheid om bij Motion Fysiotherapie te trainen om kracht te doen. En zondagochtend in het bos. En okay, de rest zijn duurlopen en ja, die kan je zo gek en zo lang maken en zoveel doen als je zelf wil. Als het trainen. Okay, daar ga ik je zo nog wat over vragen dan. Ja. Wat is nou het voordeel om je aan te sluiten bij Steenbok en bij Steenbok in training te gaan? Bij Steenbok sowieso de begeleiding is heel goed. We hebben, zoals je net hoorde, 2 trainers. En die hebben allebei gewoon zijn goed geschoold, goed opgeleid, goede cursussen gevolgd. Dus daar ligt niet aan. We hebben ook nog het is aangesloten bij fysiotherapie, Motion, waar we ook krachttraining doen. Ja. We hebben een masseur. We hebben ook voedingsdeskundigen. Noem maar op. We hebben een complete scenario. Ja, precies, zelfs een mental coach hebben we. Een heel begeleidingsteam. Ja. Oké, okay, en ja. Met z'n hoeveel zijn jullie? We hebben 9 atleten en dan 2 trainers. Ja. Ja. En kan iedereen zich daar zomaar bij aansluiten? Of hoe werkt dat? Nou, ze hebben op alle afstanden, op 800 meter, 1500 meter, 3000, 5000 en 10 kilometer hebben ze limiettijden gezet. En die hebben ze gekeken van in de ranglijsten van Nederland naar de eerste zoveel. En hebben ze gekeken van nou, die limiettijden die moet je in ieder geval lopen. Wil je bij ons in team komen? En op basis daarvan hebben ze geselecteerd. Oh ja. Ja, je was nog niet... Nee, Okay. Ik was klaar. En ook even verschillende afstanden genoemd. Wat is jouw favoriete afstand, Marcel? Mijn favoriete afstand is de 800 meter en de 1500 meter. Maar het liefst doe ik de 800 meter. Ja. Op de baan? Op de baan, ja, klopt. Okay, en jij? Ik doe het liefst van 10 kilometer tot halve marathon op de weg. Dat vind ik het leukst. Okay, de duurloper. De duurloper, ja. Ja. Maar je zei net van, qua training bij Steenbok gaan jullie tot de 10 kilometer. Of is dat puur wedstrijd? Dat is zeg maar, dat zijn selectietijden, zeg maar. En de meeste mensen die een goede 10 op de weg kunnen, zijn vaak ook goed in een halve marathon op de weg. Dat is best wel breed. Ja. Het is dus eigenlijk vanaf de 800 tot de marathon. Ja, loopt het door. Ja. Alleen de selecties die gaan dan voor de afstanden die je zojuist genoemd hebt. Ja, precies. Dan van de 10 kilometer onthouden heb. Ja. En de 800 meter natuurlijk. Ja. Maar ik zag in jouw cv ook, Marcel, dat niet alleen de 800, maar dat je ook buiten op langere afstanden loopt. Heb je dat nodig om voor die 800 meter om goed aan de start te komen? Ja, dat heeft te maken met seizoensopbouw. In de winter doen we altijd voor de middenafstandlopers, dat is dus 800, 1500 meter, doen we in de winter altijd meer omvang, dus kilometers maken. En daarin past dan bijvoorbeeld een keer een 5 kilometer als wedstrijd. Ja. En dan van de zomer gaan we wat meer richting de specifieke trainingen. Dus echt op 800 meter tijden gericht. Of misschien nog wel sneller. En dan om je klaar te stomen voor op de baan. Oh ja. Dus zo zit het een beetje in elkaar. En hoeveel uren in de week trainen jullie? Ik train 6 tot 9 keer in de week. En dat poel qua uur. Ja, er zit soms een training van 1 uur bij, soms van 1,5 uur. Ja. En jij nog? Ik train nu 8 keer in de week en ik zit gemiddeld zo tussen de 10 en 12 uur, zoiets. Oké. Okay. En wat doen jullie daarnaast dan, naast het hardlopen? Ik studeer psychologie in Leiden en daarnaast geef ik 1 dagje les op de Pijlstartschool in Vinkveen. Want ik heb hiervoor de ALO afgerond, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En dus ik ben gymjuf. Nou, hartstikke leuk. Ja. Marcel? Ik werk op dit moment part-time bij de post.
En ik hoop volgend jaar mijn studie weer te hervatten. En dat, dan wil ik bewegingswetenschappen gaan doen. In Amsterdam. Oh ja. Dus okay. Ja, dat is het plan. Nou, ambitieus stel in ieder geval. Nu we het toch over die ambities hebben, want nu we even terug naar het hardlopen. Ja. Wat zijn jouw ambities, Marcel? Word jij de nieuwe Rob Druppers? Nou, de nieuwe Rob Druppers ga ik niet worden. Zo talentvol ben ik niet, helaas. Zeg je zelf of? Nee, dat is reëel. Dat ik geen Rob Druppers ga worden, dat gaat gewoon niet lukken. Nee. Maar ik hoop wel in de toekomst nog een paar grote stappen te maken. Dat ik in ieder geval richting de nationale top kan. En heel misschien met een beetje mazzel een keer een medaille wegkapen op een Nederlands kampioenschap. Dat op de 800 of op de 1500? Ik denk dat ik op de 1500 meter meer kans maak. Ja. Dat komt ook omdat 800 meter is toch in Nederland echt een heel sterk bezet nummer. Dus ja, al wil je daar een medaille pakken, dan ben je ook wel echt heel goed. Ja, dus, ja we gaan het zien. We gaan het zien. Anouk, en jij? Ja, wat is jouw favoriete afstand? Mijn favoriete afstand is tussen de 10 kilometer en de half marathon op de weg. Oké. Okay. En ja, mijn ambitie is dat ik richting de nationale top ga op de weg. Op de lange afstand, dus 10 tot half marathon. En wat komt er na een halve marathon? Een hele marathon. Zit daar nog wat tussen eigenlijk? Of? Nee. Een 30 kilometer, dat is ook wel een officiële afstand. Maar ja, het is eigenlijk de half marathon en de hele marathon. Dat zijn wel echt grote afstanden. En de hele marathon die komt er ook nog aan. Maar ik wil eerst nog wat snelheid opdoen op de kortere afstanden. En die snelheid wil ik dan meenemen naar de marathon. En die wil ik dan gewoon heel hard lopen. Wat is heel hard? Waar kom je dan bij? Ik hoop tussen de 2:50 en de 3 uur, zoiets. Nou, een beetje af. Die tijd. Nu al. Dat is pas een ambitie. Ik moet het nog doen, hè? Ja, je moet het nog doen. Oké, we houden je nu wel in de gaten natuurlijk. Ja. En je bent ook eerste geworden bij de Runners World Loop. Ja, ik doe... In Leiden. Wanneer is die gelopen? Er waren er twee in Leiden. Oh, oké. Okay. Eentje is begin januari geweest en de ander was eind februari. Dus ja? Ook in Leiden. En ja, die lopen maken deel uit van het zorg- en zekerheidscircuit waar ik aan meedoe. Ja. En dat bestaat uit 7 lopen en dat is in het circuit. En dan kijken ze naar je afzonderlijke wedstrijden en die gooien ze op één hoop. En als je dan in het algemeen klassement hoog geëindigd bent, dan kan je nog een hele leuke prijs mee naar huis nemen. En wat was dat? Geld. Oh, okay. Leuk. Ja. Oké. Okay. Waar ik daar nieuwsgierig naar ben, we hebben natuurlijk nogal een winter achter de rug. Waarbij ik me voor kan stellen dat buitenlopen buitengewoon lastig is. Hoe vang je dat op? Hoe ga je daarmee om? Dat was inderdaad heel lastig vanwege het ijs en sneeuw. We konden zelf niet op de baan trainen. Nee, lijkt me niet. En we hebben een paar keer in de motion dan getraind, op de loopband. Maar dat is ook niet alles. Dat vind ik geen pretje in ieder geval. Ik loop liever gewoon buiten. En verder hebben we Bert en Remy hebben met z'n tweeën heel vaak de baan geprobeerd schoon te houden. Ja. Dus dat we toch nog gewoon op de baan terecht konden. En we zijn zo een beetje de winter doorgekomen. Oh ja, dus jullie kunnen niet wachten tot het weer een beetje lente wordt. Ja. Ja. Ja, ik hoor een twijfel aan Noek, maar als ik terugkijk naar de Egmondloop, waar je eigenlijk heel goed op voorhand bereikt, die is niet doorgegaan. Nee, en eigenlijk alle wedstrijden in januari zijn afgelast. Ja, behalve dan die Runners World Loop. Behalve die Runners World Loop, dat was de laatste. En daarna was de hele maand januari was er niks. En gelukkig februari wel weer, dus dat is wel fijn. Maar ik moet zeggen, de wegen, wacht of weet ik veel, die doen echt hun best om de wegen schoon te maken. Dus je kan al wel eigenlijk, ook al heeft het heel veel gesneeuwd, kan je wel diezelfde dag vaak nog gewoon op de weg trainen. Een stuk trainen, Dus ik heb wel gewoon al mijn trainingen kunnen doen. Alleen die training op de baan in het bos, die moesten we een beetje alternatief maken. En dan moesten we wat vaker naar de weg of wat Marcel net zei, naar binnen. Wanneer is er weer een wedstrijd? Wanneer kunnen we gaan kijken met z'n allen? Ja, eerst gaan we nog eind april tot begin mei gaan we op trainingsstage in Portugal. Dus daar kunnen we komen kijken? Daar. Maar dan gaan we ons klaarstomen voor van de zomer. En dan mijn eerste grote wedstrijd is in Lisse. En dat is halverwege mei. En dat is 1000 meter, dus dat is een inkorante afstand. Ja. Maar er komen wel gewoon een aantal toppers van Nederland. Ja, vorig jaar liep ook de toppers Bramsom en Arnold Okke. Voor de meesten wel redelijk bekend. Ja. En dat is eigenlijk mijn eerste
spannende uitdaging. Ja. Nou, en tot slot? Ja, mijn is al wat eerder, over anderhalve week ongeveer, in Voorschoten, een 10 Engelse mijl, 16,1 kilometer. Ja. Alleen ik heb zondag mijn enkel verstuikt, dus het is nog maar de vraag of ik kan lopen, maar ja, ik doe er alles aan. Ik doe netjes mijn been omhoog, maar ja, we moeten maar even kijken of dat haalbaar is. Oké. Anouk en Marcel, dank jullie wel voor dit leuke gesprek. U ook, bedankt. En ik wens jullie ontzettend veel succes voor de komende periode. We gaan jullie volgen en wellicht tot de volgende keer in de studio. Tot slot, we hebben de Ronde Venen To The Sport Shoelbak competitie. Mag ik jullie uitnodigen om daar straks aan mee te doen? Ja, leuk. Lijkt me erg leuk. Ik doe ook mee. Oké, dankjewel. Oké, dankjewel.